Hallo, ik ben Michiel uit België en ik werk voor de Europese Commissie. Mijn naam is Michiel, ik ben 37 jaar oud en ik ben Belg. 10 jaar geleden ben ik beginnen werken voor de Europese Commissie in Brussel als economist. Momenteel werk ik voor het departement voor mededingingsbeleid, waar ik deel uitmaak voor het team dat de staatssteunregels voor banken handhaaft. En op die manier probeer ik ertoe bij te dragen dat overheidssteun aan banken de eerlijke concurrentie op de Europese markt niet te veel verstoort. Dit is niet mijn eerste job bij de commissie. Tijdens de eerste 5 jaar bij de commissie heb ik gewerkt op het economisch en budgetair toezicht op Italië, een van de grootste eurozonelanden. In mijn dagelijks werk krijg ik regelmatig te maken met gevoelige dossiers die interessante en intellectueel uitdagende vragen oproepen, bijvoorbeeld op economisch of op juridisch vlak. En ik vind dat het veel voldoening geeft om die vragen samen met mijn teamleden op te lossen en ook de beleidsafwegingen door te denken vooraleer we ons werk gaan voorstellen persoonlijk aan de commissaris. Wanneer ik op mijn dossiers werk, dan krijg ik ook vaak de gelegenheid om te spreken met andere belanghebbende partijen, zoals andere departementen binnen de commissie, of de nationale overheden van de lidstaten, of andere EU-instellingen, zoals de Europese Centrale Bank. En soms moet ik daarvoor zelfs reizen, wat ook leuk is natuurlijk. Bijvoorbeeld 3 maanden geleden heb ik een hoorzitting mogen meemaken bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg voor een van mijn dossiers. En dat was een heel interessante ervaring. En tenslotte, wat ik ook heel fijn vind aan mijn werk, is dat er heel veel kansen zijn om opleidingen te volgen, zowel intern als extern. Bijvoorbeeld in mijn eerste job bij de commissie heb ik een Italiaanse taalkursus kunnen volgen. En ik heb ook de gelegenheid gehad om een summer school van 3 weken te volgen in Londen over banking en finance. Een van de zaken die wij het meest aanspreken aan werken voor de Europese Commissie is de interne jobmobiliteit. In feite kan je een hele carrière vullen met verschillende banen bij de commissie. De commissie maakt beleid in zeer veel verschillende domeinen, dus er zijn talloze interessante rollen waarnaar je kan overschakelen tijdens je carrière. En in mijn geval bijvoorbeeld, 5 jaar geleden ben ik van job gewisseld binnen de commissie. En dat was een heel goede beslissing voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook om andere beleidsdomeinen te leren kennen en natuurlijk nieuwe collega's te ontmoeten. Een andere zaak die mij heel hard aanspreekt aan werken voor de commissie is het feit dat het een heel internationale werkervaring is met collega's die uit alle hoeken van Europa komen. Bijvoorbeeld in mijn eigen team, waar we met ongeveer 30 mensen zijn, zijn er maar liefst 12 verschillende nationaliteiten en dat is een echte weerspiegeling van de diversiteit in Europa. En tenslotte denk ik dat de Europese Commissie echt een unieke organisatie is, een unieke overheidsadministratie en politieke instelling. Die centraal staat in het Europese integratieproject. Een project dat in het algemeen belang is van ons continent en zijn burgers. En een project waar ik persoonlijk heel sterk in geloof. En dat motiveert mij dag in, dag uit in mijn werk.